Henk van S namens het VVOJ Media Lab kan ik jullie een kleine demo geven van deze nieuwe dienst die pas over een enkele maanden zal verschijnen. Hoe ver gaat deze dienst? Ik heb er nog maar 10 minuutjes naar kunnen kijken, maar mijn eerste indruk is: hij gaat heel erg ver als het gaat om privacygevoelige informatie. Helpt het journalist om snel mensen te vinden? Jazeker. We gaan eens zoeken naar foto's. Stel dat ik foto's wil vinden van Diederik Samson. Ik klik dan op Ik wil foto's van Diederik Samson. Hij geeft, Facebook geeft zelf aan is het inderdaad een government official. Dan krijg ik foto's, heel veel foto's. Ga ik er overheen. Dan zie ik ook wie die foto heeft geüpload. Iemand van de Partij van de Arbeid. En hier nog dezelfde dame van de Partij van de Arbeid. En hier ook iemand van de Partij van de Arbeid. Jammer is dat je niet kan zoeken op datum, althans, niet op deze manier. Het kan wel. Dan moet je hierop klikken. Als je hierop klikt, kan je zeggen, nou ik wil eigenlijk alleen maar de foto's uit 2012. Zo. Ik druk, uh, klik nu op 2012 en nu krijg ik alle foto's te zien die in 2012 zijn gemaakt. En zo kan je verder gaan. Je kan bijvoorbeeld zeggen, nou ik wil alleen maar foto's die in Amsterdam zijn gemaakt of een andere plek. Dus ik kan hier zowel een land invullen als een uh, plaatsnaam. Ik kies nu eventjes voor Amsterdam. Zo. En dan krijgen we hier foto's te zien die in Amsterdam in 2012 zijn gemaakt. Waarschijnlijk ook weer door mensen van het PVDA. En de Raad van PVDA West heeft deze foto gemaakt. Nou, je ziet dat je nu heel snel uh, foto's kan terugvinden. En ook kan sorteren op bijzonderheden. En nu krijg ik een kaart van Nederland te zien. Ik kan hem ook iets kleiner maken. En dan zie je waar alle foto's zijn gemaakt. Dus de meeste zijn, uh, wat is het? In de, uh, in de buurt van Den Haag gemaakt. Dat lijkt me nogal wie dus. En hier zie je ook waar, op het Binnenhof, in het centrum van Den Haag... maar ook op de Markt in Gouda zijn er een paar gemaakt. Het is geen uitputtend overzicht wat je hier krijgt. Het is alleen maar foto's van mensen die de moeite hebben genomen... om de tag Diederik Samson eraan te geven... en dat ook nog weer op Facebook hebben gezet. Dus het is absoluut niet compleet. Stel nou dat ik uh, mensen zoek die niet mijn vrienden zijn... Maar van Marco Borsato houden en van Geert Wilders. Ja, dat gaat in de nieuwe Facebook Craft Search. Je tikt dan het volgende in. Mensen die niet mijn vrienden zijn en van Marco Borsato houden en Geert Wilders. En dan klik je op zoeken. Dan krijg je een lijst van mensen die aan deze criteria voldoen. En dit gaat veel verder dan een normale Facebook Search. Um, je kan hier bijvoorbeeld invullen van ik wil alleen maar weduwen zien of weduwen zien. Die net gescheiden zijn. Nou, dan vinden we er ook iemand. Iemand die net gescheiden is. Dit gaat ver. Dit is nogal vrij uh, specifieke informatie. Journalisten willen graag specifieke informatie. Dus dit kan tijd besparen als je op zoek bent uh, naar een, iemand die aan deze criteria voldoet. Aan de andere kant uh, kan het ook bedreigend zijn. Ik wil nu graag laten zien hoe je kan specificeren in de nieuwe dienst Facebook Craft Search. En ik zoek dan. Voorlopig nog even naar iets algemeens. Dus mensen die van uh, The Voice houden bijvoorbeeld. Dan ga ik even kijken. Mensen hier die vanuit Nederland komen en van The Voice houden. Dat klik ik dan aan. Dan geeft hij ook nog keurig aan. Bedoel je nou een band of bedoel je de tv-show? Nou, we bedoelen de tv-show. Daar klik ik op confirm. En dan krijg je er waarschijnlijk best wel veel. Dat is een populair programma. Dat klopt. Je ziet meer dan duizend mensen. Ja, het is natuurlijk een vrij nieuwe dienst dus wat er allemaal mogelijk is, is een kwestie van veel, veel proberen. Ik heb het nog maar net geprobeerd, maar hier zie je een van die dingen dat ik denk: nou, dat gaat ook best wel weer ver. Als ik het woordje like toevoeg aan de zoekactie van mensen die uit Nederland komen en van het voice houden en uit 1962 komen, zie ik hier ook uh, wat hun voorkeuren zo al zijn. En dan zie je dat uh, Little uh, nogal geliked wordt en Ajax wordt geliked en Q Music en uit met korting. Bepaalde groep en ziet dat hij ook hele speciale interesses heeft, dan kom je misschien op een idee. Ik laat even het jaar dat 62 weg, want ik zoek nu echt heel gespecialiseerd, alleen op mensen die in 62 iets, uh, iets willen. En uh, doe alleen maar and like. Dus mensen die uit Nederland komen en van de voice houden. En waar houden die die dan van? Dat is wat ik hierin kan intikken. Of het 100% klopt, weet ik niet. Maar het lijkt nu wel te zijn dat ik nu op meer dan 1000 profielen ga, ga zoeken. Ik ga naar een sportvraag toe, een nieuwe sportvraag. Vak 10, 410 sorry, van Ajax, voetbalploeg Ajax, uh, zegt zelf: we zijn de meest fanatieke supportersgroep. Stel je nou dat ik foto's wil vinden van mensen die uh, in vak 410 zitten en foto's hebben gemaakt. Kan, kan Facebook dat ook aan? We zullen het eens zien. Ik klik uh, dit even weg. Ik ga dan hierop klikken en ik denk dat ik dit maar eens tik. Mensen uit Amsterdam-Nederland die foto's hebben gepost van Ajax in vak 410. En nou ja hoor, daar zie ik wat. Laten we even wachten, het kan even duren. Je ziet uh, dat de computer even moet nadenken, dit is allemaal real time. En als ik snel kijk, dan heb ik 24 resultaten van mensen die, uh, ja, die dit uh, allemaal online geplaatst hebben. Vooral mensen van scholen, een verkoopster, uh, maar vooral ja, wat jongere mensen zie ik ook. Je kan ook nog aangeven. Nou, ik wil graag ook zien waar die mensen zoal gestudeerd hebben. En dat duurt eventjes. En hier zie je in één oogopslag: wat zijn nou de scholen geweest van de mensen die die foto's hebben gemaakt van vak 410? Deze kennelijke voetbalsupporters laten zich nog meer specificeren. Ik heb nu een scherm in beeld waar je nog meer dingen kan vragen. Welke video's ze leuk vinden, naar nou, welke muziek ze luisteren, welke activiteiten ze interessant vinden. Ik klik nu eens op of ze nog in andere groepen zitten. Ik klik nu op deze. Waarom is dit voor een journalist interessant? Nou ja, als je op zoek bent naar voetbalsupporters en ook weet waar ze, ze nog meer uithangen, dan geef je dat een beeld. Je ziet dus dat er kennelijk wat mensen zitten in kaartjes gezocht. En de rest gaat over muziek. Uh, handen af van de wallen. Uh, een feestje. Uh, gratis kaartjes, een Ajax Museum. Nou, de Ajax vak zelf geloof ik natuurlijk wel, want dat hadden we al. Je ziet dat het trouwens een besloten groep is. Klik je daarop, laten we eens even kijken. Uh, kan je dan de leden zien van die besloten groep? Ja, je krijgt toch de leden te zien van die besloten groep. Het is een besloten groep. Nou, is dit niet iets wat door voorbehouden is aan Facebook Craft Search? Dit kan sowieso wel in de oude Facebook Search. Je ziet dus wel welke groep van mensen elkaar kent, welke namen dat zijn gaan nog eventjes terug en je ziet de computer moet wel nadenken. Ik heb dus nu mensen af opgezocht die uit Amsterdam komen, bent u er nog, die een foto hebben gepost van de vak 410 die lid zijn van de Ajax 410 groep en nu zie ik dus waar ze nog wat van groepen ze nog meer lid zijn. Nou we gaan eens verder kijken, we zien uh, ja, vooral wat muziekdingen, hardcore, uh, parties en elke keer doet het vrij lang. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat als er straks miljoenen mensen of ja, tientallen miljoenen mensen deze zoekoptie gaan gebruiken. Dan, uh, dan kan dat nogal uh, een zware belasting zijn. Maar we gaan eens verder kijken. Uh, wat konden we hier nog meer bij Seymour? Uh, kan ik ook wat anders intikken? Ja, ik kan ook uh, bioscopen intikken. Dus bij welke bioscopen zijn de Ajax Vak 410 supporters geweest? Dat krijgen we nu te zien. Hier zie je Criterion, Kaan, Odeon, Compagnie Theater. Dit is natuurlijk geen uitputtend overzicht. Want, uh, een baas is een vis, maar niet alle vissen zijn een baas. Maar je ziet toch wel dat het erg ver gaat. Welke supermarkten, nee, welke, super, ja, welke cafés komen? Dat is misschien wat beter. Mensen van vak 410. Nou, dan krijg je een lange lijst. Kijk, dit kan handig zijn uh, om die mensen op te zoeken. Naar welke café gaan ze na afloop? Nou, je ziet een lijst. Je ziet, dit gaat nogal ver. Dit gaat bijzonder ver. Uh, de privacygevoeligheid hiervan is evident. Het is natuurlijk van groot belang dat je dit als individuele gebruiker kan uitschakelen. En of dat zo is, dat weten we dus nog niet.